Wuduoi, vader van mooie vrouw in de wereld, de standaard van mooie vrouw ingesteld door Wuduoi. Er zijn 33 voorwaarden in de standaard van mooie vrouw. Een vrouw die aan alle voorwaarden voldoet, is een mooie vrouw. 1. De hoogte is tussen 1,64 meter en 1,70 meter. 2. Het gewicht is tussen 50 kilogram en 60 kilogram. 3. De grootte van de borst, is tussen C en J. 4. De hoek tussen het oor en het gezicht, is tussen 170 graden en 175 graden. 5. De hoek tussen de twee zijden van de kin, is tussen 100 graden en 115 graden. 6. Op het gezicht, de grootte van de mol, is tussen 0 mm en 0,5 mm. 7. De breedte van het oog, is tussen 1 cm en 1,1 cm. 8. Er is geen holle lijn, boven 3 mm aan het bovenste uiteinde van het oog. 9. De afstand van het bovenste uiteinde van het oog tot de wenkbrauw, is tussen 1 mm en 2 mm groter dan, de breedte van het oog. 10. De wenkbrauwhelling omhoog tussen 5 graden en 10 graden. 11. De afstand tussen twee ogen, is tussen 3 mm en 6 mm groter dan, de lengte van één oog. 12. De breedte van de neus, is tussen 3 mm en 6 mm groter dan, de lengte van één oog. 13. De breedte van de mond, is tussen 0 mm en 5 mm kleiner dan, de afstand tussen de twee irissen. 14. De dikte van de onderlip, is tussen 0 mm en 1 mm groter dan, de breedte van het oog. 15. De bovenlip is tussen 1 mm en 3 mm dunner dan de onderlip. 16. De verticale afstand tussen het onderste uiteinde van de neus en het bovenste uiteinde van de bovenlip, is tussen 1 mm en 2 mm groter dan, de dikte van de onderlip. 17. De afstand van het onderste uiteinde van de onderlip tot het onderste uiteinde van de kin, is tussen 2 mm en 5 mm kleiner dan. De afstand van het onderste uiteinde van de onderlip tot het onderste uiteinde van de neus. 18. De verticale afstand tussen het onderste uiteinde van het oog en het onderste uiteinde van de neus, is tussen 0 mm en 5 mm kleiner dan. De verticale afstand tussen het bovenste uiteinde van de bovenlip en het onderste uiteinde van de kin. 19. De verticale afstand tussen het bovenste uiteinde van de haarlijn en het bovenste uiteinde van de wenkbrauw, is tussen 0 mm en 5 mm kleiner dan. De verticale afstand tussen het bovenste uiteinde van het oog en het onderste uiteinde van de neus. 20. Het voorhoofdhelling achteruit tussen 15 graden en 20 graden. 21. Het oog is tussen 6 mm en 1,2 cm achter het voorhoofd. 22. Het snijpunt van de horizontale lijn aan het bovenste uiteinde van het oog en de neus, is tussen 0 mm en 2 mm achter het voorhoofd. 23. Het snijpunt van de horizontale lijn aan het onderste uiteinde van het oog en de neus, is tussen 2 mm en 4 mm voor op het voorhoofd. 24. De kin uitsteekt voorwaarts tussen 1 mm en 2 mm. 25. De kin is tussen 0 mm en 2 mm achter het voorhoofd. 26. De onderlip is tussen 4 mm en 6 mm voor op de kin. 27. De bovenlip is tussen 2 mm en 4 mm voor op de onderlip. 28. De mondhelling voorwaarts tussen 10 graden en 15 graden. 29. De hoek tussen de neus en de mond, is tussen 90 graden en 95 graden. 30. De neus is tussen 1,3 cm en 1,6 cm voor op de mond.
31, bij het lachen, het blootgestelde deel, heeft geen tandvlees boven het bovenste uiteinde van de tand. 32, bij het lachen, de afstand tussen de blootgestelde tanden, is tussen 0 mm en 0,5 mm. 33, bij het lachen, de blootgestelde tanden zijn netjes gerangschikt.